Hey, en super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Geen vlog. Normaal gezien natuurlijk elke dinsdag en donderdag. Normaal gezien elke dinsdag en zondag een vlog. Maar voor degenen die mij volgen op Instagram, hebben gezien dat ik even helemaal niet zo lekker in het vloggen zit. Het is even niet mijn ding. Ik weet even niet zo goed wat ik ermee aan moet. Dus ik heb besloten om deze zondag en volgende week zondag even een extra videootje te doen. Zodat er gewoon wel een leuke video online komt. De vlogs wordt op dit moment niemand blij van, denk ik. En zodra ik me weer chill voel, doen we gewoon weer lekker twee keer in de week een vlog. En hopelijk heel snel een extra video. Dus ik werk naar 3 video's in de week. Jullie hebben al een vraag ingestuurd, daar ga ik even lekker op antwoorden. Gewoon een chille video. En volgende week komt er een hele leuke mukbang online samen met een van mijn beste vriendinnetjes. Daar heb ik heel veel zin in. Dus voor nu lekker een Q&A. Ik heb geen make-up op. Ik heb niks aan mezelf gedaan. Ik ben verkouden. Geen corona, dus vandaar even dit uiterlijk. Let's go! Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet naar de vragen heb gekeken, dus ik ga ze er even bij pakken. Eens even kijken. Nou, het zijn er nog niet zo heel veel, want ik heb eigenlijk het potje er nog maar net op gezet. Maar dat is prima, want deze video's zijn sowieso niet heel lang duren. En er zitten echt wel superleuke vragen tussen, zie ik zo snel al. Dus dat is helemaal nice. Ik begin gewoon helemaal lekker onderaan. Wat doe je als alles je te veel wordt? Nou, dat is denk ik een hele mooie vraag. Voor hoe ik me nu voel. Want dat gevoel heb ik even dat alles me even te veel wordt. En niet werktechnisch of zo. Want eigenlijk valt de drukte nu best wel mee. Maar het is meer mezelf. Af en toe even dat ik gewoon heel even met mezelf in de knoop zit. En wat doe ik als dan alles mij te veel wordt? Nou, hetgeen wat ik nu doe. Heel even een stapje terug. Even kijken van waar gaat het fout? Wat vind ik nou echt leuk? Ik ben gewoon best wel zoekende. Wat vind ik nou echt leuk? En dat is gewoon super moeilijk. En ik heb ook het gevoel dat het gewoon echt deze leeftijd is. 21. Weet je, tussen de 20 en de 25 is volgens mij de mooiste leeftijd. Ook echt de allermoeilijkste leeftijd. Want dan moet je echt gaan nadenken over wat je wil. En je gaat ook echt beslissingen maken voor je leven. Je gaat nadenken over uit huis. Op jezelf wonen. Dat soort dingen. Dus het is gewoon allemaal best wel een soort van pittig of zo. Even antwoord op je vraag. Wat doe ik als mij alles even te veel wordt? Even een stapje terug. Waar zie je jezelf over 2 jaar? Ik hoop over 2 jaar dat ik dan een huis heb gekocht. Met mijn vriend, natuurlijk. Ik hoop dat ik dan met hem samen woon. Dat is wel echt mijn grootste droom. Ik hoop dat ik binnen nu en 2 jaar een mooie rol krijg in een serie of in een film. Ik wil graag een EP uitbrengen. Ik wil graag modellenwerk doen. Jij zou het nu niet zeggen. Ik wil heel graag presentatieklussen doen. Misschien voor op YouTube een eigen serie waarin ik presenteer. Heel veel dromen. Groot fan van jou. Nou, zou je ooit mee willen doen aan Wie is de Mol of Expeditie Robinson? Absoluut. Als ik daarvoor word gevraagd, geen twijfel mogelijk. Zou je uit huis en kinderen willen? Uit huis zou ik nu al willen. Maar het is gewoon echt niet te betalen. Helemaal niet waar wij willen wonen. Dus we moeten gewoon sparen, sparen, sparen. Nog meer sparen. En gewoon zoveel mogelijk eigen monies hebben. Dus ja, uit huis heel graag. En ik hoop gewoon dat er iets op mijn pad komt. Dat ik denk, wow, het moet gewoon zo zijn. Let's go for it. En anders wacht ik gewoon nog even 2 jaar. En kinderen ook ooit. Maar laten we daar nog maar even mee wachten. Wat is je lengte? Ik ben 1,75. Dat is best lang voor een meisje. Maar ik ben de kleinste van de vriendinnengroep. Mijn vriendinnen zijn allemaal echt pokkenlang. Wel echt heel mooi. Ze zijn echt heel mooi lang. Ze zijn ook allemaal heel knap. Dat scheelt natuurlijk ook. Ik heb altijd het gevoel als ik uitga dat ik gewoon met allemaal topmodellen uitga. Ja. Ja, ze zijn echt lang. Hoe gaat het met je migraine nu je een bril hebt? Kut. Ja, dat is even heel kort door de bocht. Ja, nee, gewoon ruk. Echt helemaal ruk. Ik heb elke dag hoofdpijn. En ik weet natuurlijk dat je even de tijd moet geven. En ik heb hem nu niet op, omdat het dan reflecteert. Maar ik heb hem echt de hele dag op. Je moet het even de tijd geven en gunnen. En het kan ook erger worden in de tijd dat je hem op hebt, omdat het dan een soort van moet wennen. Maar ik heb hem nu bijna een maand. En ik merk nog nul verschil. En je zou wel dan
op zijn minst een beetje verschil moeten voelen als het iets doet. Dus ik baal er ook heel erg van, waardoor ik nog meer hoofdpijn krijg. Want ik had er best wel mijn zinnen op gezet dat dit het gewoon was. Dat ik gewoon dacht, joh, geef mij even lekker zo'n bril en die koppijn is weg. En dat is niet zo. En dat is denk ik het grootste ding wat mij op dit moment opbreekt. Dus dat ik elke dag zoveel pijn heb in mijn hoofd. En minimaal één keer in de week dus een migraineaanval heb. Dan ben ik gewoon 2 dagen van de rel. Dus dan ben ik vanaf het moment dat die aanval begint tot ik heb geslapen s'nacht. En dan de volgende dag voel ik me alsof ik echt een ontzettend heftig feest heb gehad. Een kater heb. Dus gewoon vreselijk. Mis je het Junior Songfestival? Van 6 oktober was het 9 jaar geleden dat ik het Songfestival won. Oh my god. Volgend jaar heb ik gewoon mijn 10-jarig jubileum. Dat is zoiets bijzonders. Het regent trouwens. Nou, ik mis het niet per se. Maar ik vind het wel heel leuk om er naar terug te denken. Foto's terug te zien. Filmpjes. Dus heel vaak rond deze tijd dat het een beetje weer die kant op gaat. Dat het een zoveel jaar geleden is. Kijken we heel vaak even terug. En 1 december is het 9 jaar geleden dat de Europese finale was. Hele bijzondere tijd eigenlijk wel. Word je veel herkend op straat? Nou, dat vind ik zoiets bijzonders. Ja, dat gebeurt best wel veel. Vooral als ik buiten het dorp kom, ga ik geregeld op de foto. Het voelt een beetje gek om het over jezelf te zeggen. Maar ja, nee, het gebeurt echt nog steeds best wel veel. En dat is natuurlijk voor mij alleen maar heel erg leuk. Want dat betekent dat ik mijn werk goed doe en dat mensen mij nog steeds kennen. Ik vind het ook altijd heel cute als ik dan van die berichtjes krijg. Van, ik zag je lopen, maar ik durfde niet naar je toe te gaan. Nou, dan bij deze. Je mag altijd naar mij toe komen. Dat vind ik alleen maar leuk. En ik ben juist zo dankbaar. Want zonder jullie kon ik niet doen wat ik nu doe. Wat zijn je top 3 favoriete schoenen? Nou, op nummer 1 sowieso Dr. Martens. Nummer 2 denk ik dan Dr. Martens. En op nummer 3 zit ik te twijfelen. Maar ik denk ook Dr. Martens. Nee, zonder gein. Ik draag echt alleen maar Dr. Martens. Het zit lekker. Het staat leuk onder een jurkje, robs. Kort broekje, lang broekje. Ik heb alle kleuren, soorten, maten. Ja, love it. Waar haal je inspiratie vandaan voor je kleding? Ik moet zeggen dat ik niet echt een stijl-icoon heb. En dat ik eigenlijk gewoon draag waar ik zin in heb. Zoals vandaag. Hoe ik me voel, zo zie ik er ook uit. Ik doe eigenlijk gewoon lekker aan waar ik zin in heb. Ik hou nu wel van wijde broeken. Mooie tops. Ik vind crop tops ook vaak wel heel mooi. Want ik draag hele hoge broeken. Als je op mijn Insta kijkt, dan zie je volgens mij ook 1001 verschillende stijlen. Ik heb niet per se 1 stijl, maar ik hou gewoon van sexy, stoer, vrouwelijk. Wat wil je nog bereiken met YouTube? Ik ben bezig met een hele leuke serie. 2 series zelfs. Waarvan 1 ik vanavond ga opnemen. Ik ga namelijk mee bij de politie. Superleuk. Nachtdiensten ga ik meedraaien. Daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Dat wordt een serie op mijn YouTube. En ik ben bezig met nog een serie. En dat gaan jullie denk ik echt gek vinden. Dus stay tuned. Ik weet nog niet wanneer. Komen er nog nieuwe singles? Absoluut. Die komen. Ik weet alleen nog even niet wanneer. Ik ben gewoon even goed op steeds achter de schermen zijn we aan het schrijven, opnemen. En ja, dat blijft allemaal superleuk. Alleen ik zit gewoon heel erg een soort van even in de knoop. Maar muziek, dat is echt zo belangrijk voor mij. Dus dat komt absoluut weer terug. Hoe edit je de video's? Edit mijn video's altijd via Final Cut Pro. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik doe alles op Apple. Ik heb dan een MacBook en een iMac. Ja, het werkt voor mij gewoon super goed. Ik heb het editen mezelf geleerd. En ik vind editen een van de allerleukste dingen. Ik doe het zelfs voor andere bedrijven. Dus ja, I love it. Wil je een eigen kledinglijn? Ja, dat is een droom van mij. Ja, dat is echt een droom. Ik heb het ooit al een keer gehad. 2 keer zelfs met 2 verschillende merken. Ja, ik hoop dat het ooit nog eens een keer kan. Met een super tof merk die helemaal bij me past. Dus daar ga ik natuurlijk super hard voor werken. En wie weet, kun je ons je spierballen laten zien. Ja hoor. Ik heb best wel spierarmen. Dat is misschien heel lelijk. Wat kun je doen als je een jongen leuk vindt en je wil hem dit vertellen, omdat je hem niet meer uit je hoofd krijgt? Dat is lastig. Het enige wat je kan doen is het gewoon maar vertellen. En oh my god, dat is het allerengste dat er bestaat. Dat weet ik ook nog heel goed met mijn vriend, want ik vond hem echt al eeuwen super leuk. Hij wist niet eens dat ik bestond. En hoe vertel je dat dan, hè? Ja, ik heb dat dus heel subtiel gedaan en daar snapte hij geen kloot van, want hij had het helemaal niet door. Dus je kan het soms maar beter gewoon straight zeggen, gewoon het maar zeggen. En dan zou ik niet meteen, zo van, yo, kering, weet je wel. Maar misschien gewoon een keertje afspreken of gewoon eens vragen of je wil afspreken. En als je wil afspreken, dan weet jij wel dat hij jou niet stom vindt. Dus ik zou het een beetje op die manier aanpakken. Welke telefoon heb je?
Ik heb de iPhone 12 Max Pro. En dat is echt de allerbeste aanschaf. Zo blij. Rip uit mijn lichaam. 3 misschien wel. Maar hij is zo goed. De foto's zijn zo goed. De filmpjes zijn zo goed. Ja, en het is toch mijn werk. Dus ik ben ongelooflijk blij met deze keus. Ik ga binnenkort een What's on my iPhone opnemen, bedenk ik nu. Superleuk. Laat weten wat jij daarover allemaal wil weten. Want dan behandel ik dat in die video. Wat is je leukste kledingitem? Op dit moment ben ik ongelooflijk blij met deze broek. Deze heb ik ook in het licht. Hij is heel hoog. Hij heeft waaipijpen. En ja, daar ben ik wel blij om. Het enige nadeel bij mij is altijd dat broeken bij mij altijd te wijd zijn. Eigenlijk moet ik een maatje kleiner. Dan past mijn kont er niet meer in. Wil je ooit samen wonen met je vriendje? Heel graag. Het liefst gisteren al. Maar ja, dat kan gewoon niet. Hoe lang ben je al samen met je vriend? Bijna 3 jaar. Dat is al lang, hè? Is dit je natuurlijke haarkleur? Ja, in principe. Ik denk alles wat je hier ziet, dat is wel echt. Het enige wat ik heb is highlights. Dus dat hele witte wat je hier ziet, ja, dat is wel uit een potje. Maar ik ben gewoon ontzettend wit en blond van mezelf. Ja, wit, dat zie je wel. Ik ben blond van mezelf. Ik word nu dus een beetje oranje-rood. Dat zie je wellicht een beetje hier ook. En ook hier in mijn knotje. Dus ja, ik ben wel echt heel blond van mezelf. Heb je tips om met je onzekerheden om te gaan? Ja, ik weet natuurlijk niet waarover jouw onzekerheden gaan. Maar onzekerheden over het algemeen zitten bij jezelf. Dus moet je dat bij jezelf gaan aanpakken. Waarom ben je daar onzeker over? Wat kan je eraan doen? Vinden andere mensen dat ook? En wat is dan de reden dat je dat zo vindt? Kan je er ook iets aan doen als je je dan zo onzeker voelt over datgene? Ja, ga bij jezelf zoeken naar waarom? Dat is misschien wel een hele goede tip. Misschien een stomme vraag, maar ik wil heel graag zo'n mooi hoog bikinibroekje als jij. Maar ik durf het niet in verband met stoppels. Ja, scheren. Scheren, scheren, scheren. Ja, en nu moet ik wel zeggen, op het moment dat ik heb geschoren, hem ook zoals benen op bikinilijn, kan ik het zo een week niet hoeven doen. Omdat het bij mij gewoon niet zo heel snel groeit. Dat is gewoon, ja, heel relaxed bij mij. Ja, je ziet het bij mij gewoon niet heel snel. Omdat ik gewoon best wel licht ben. Ja, je moet het gewoon goed bijhouden. Gewoon goed scheren op het moment dat je die bikinibroek aan wil. Willen je zusjes later ook YouTube? Weet ik eigenlijk niet. Ze vinden het heel leuk om af en toe te zien zijn in mijn vlogs. Ze vinden het heel leuk om af en toe te zien zijn op mijn Instagram. Maar soms hebben ze er ook helemaal geen zin in. En dat is natuurlijk ook helemaal oké. Ik weet niet of ze het zelf zouden doen ook. Ik denk wel dat ze het zouden kunnen, maar nou ja, wie weet in de loop van de jaren dat ze dat wel heel leuk zouden vinden. Hoe vaak zie je je vriend? Dat verschilt heel erg per week. We wonen echt heel dicht bij elkaar. Dus in principe met 10 minuten zijn we bij elkaar. We hebben allebei een auto, dus dat is echt heel relaxed. We zien elkaar ongeveer om de dag. En soms zien we elkaar zomaar 5 dagen niet. Het ligt er net aan hoe druk we het hebben. Maar ons streven is wel 3-4 keer in de week. Vind ik altijd wel heel chill. Maar we hebben ook allebei nog wel vrienden en vriendinnen. Dus vaak combineren we het. Dat we gewoon naar vrienden en vriendinnen gaan. Bijvoorbeeld in het weekend. En dan ga ik vaak naar hem toe. Want ik drink natuurlijk niet. Dus dat is heel relaxed. Dan rijd ik gewoon met de auto naar hem toe. En dan heb ik en mijn vriendinnen gezien. En dan slaap ik bij hem. Dus dan heb ik lekker 2 vliegen in één klap. Waar is je bril van? Gekocht bij iWish. En omdat ik niet zeker wist of deze bril iets ging doen, heb ik gekozen voor een iets goedkopere bril. En dit was van het merk. Ik wil even opzoeken. Ja, ga je dit zien? Bij de iWish hebben ze dus zo'n houten bak staan. En in die houten bak zitten allemaal hele mooie brillen. Maar die brillen zijn allemaal wel iets goedkoper. Maar ja, daar lagen dus gewoon allemaal super mooie brillen tussen. En daar lag dit pareltje ook tussen. Dus ik zou even lekker naar de iWish gaan. Hele leuke brillen voor een mooi prijsje. Glazen, alles erin. Hoe blijf jij zo positief in het leven staan? Nou, ik denk dat ik na deze video best wel duidelijk ga maken dat ik dat absoluut niet altijd ben. Probeer ik wel. Maar het kan ook gewoon niet altijd. Soms mag je je ook gewoon echt even rot voelen. En echt even een stomme dag hebben. Maar heb dan ook echt een stomme dag. En zeg tegen jezelf, morgen gewoon weer een nieuwe frisse, mooie dag. En dan gaan we er gewoon weer tegenaan. Dus ik denk dat je juist heel positief kan zijn als je het soms ook niet bent. En als laatste, hoe gaat het? Nou, dat vind ik een mooie vraag om mee af te sluiten. Het gaat goed. Ik ben bezig met super toffe, leuke dingen. Op het moment dus even niet zo heel chill in mijn vel. Maar ja, het kan, het regent, de zomer is voorbij. Gewoon niet echt de allermooiste tijd van het jaar. Maar dat gaat wel goed.
De hoofdpijn is alleen echt rot. Daar gaan we mee aan de slag. Dus het gaat goed. Maar het kan beter. En dat is helemaal oké. En we sluiten af met de vraag naar jullie. Hoe gaat het met jullie? Laat het weten hier in de comments. Laat het gezellig even met elkaar kletsen. En laat ook vooral weten als je net als ik gewoon echt even lekker niet je week hebt. Dat is helemaal oké. Doe natuurlijk even die duimpjes omhoog. Abonneer op mijn account als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag volgende week zondag bij de Mukbang. Doei doei!